goed vinden. Het hoeft nou niet per se de controle te zijn. Of weet ik veel wat, maar goed. Tuurlijk wel. Tuurlijk, oké. Okay. Ja, de meesten doen natuurlijk een hartslag meten. We kunnen geen omslagpunt vinden, sorry. Nee, maar de meesten krijgen een hartslag meten. Ja, nou, dan hebben we de... Nou, wie hebben we daar? Dan hebben we meneer Carvonen. Wie kent Carvonen, wie kent hem niet? 22 min leeftijd. Min leeftijd is je max, hè? Ja. In mijn geval, ik ga er even. Ja, zet dat maar op de film, hartstikke leuk. Dus we praten 220, dus 164 max, ja? Oké? Dan is mijn omslagpunt, geloof ik, dat is. Dan doen ze daar 10% vanaf, ja. Hè? Nou, Carvonen is in feite trek je natuurlijk ook de rustuitslag bij, hè? Oh. Dus het reservegetal eigenlijk moet je eigenlijk nemen. Maar ja, je hebt er twee, hè? Je hebt de moeilijke. Dit is de basic. Ja. Maar goed, 220 mil, hè? Dat is 104. Die raad je niet aan om dit te gebruiken. Dit is fossielwijkheid. Ja, nou dan hebben we dan. Hij zegt het al, hij neemt met de woorden uit de mond, hè? Dus 164 in dit land. Ja? Ja. En dan zouden we een omslagpunt zo zeggen. Want, dus die mensen die zo'n hartslagmeter hebben of in de sportschool hebben uitgedeeld, die krijgen dus die krijgen gewoon in de vuilnisbak gooien, want mijn maximale hartslag is 102. Nee. Ja, de meeste mensen, de praktijk als ze wat intensief sport willen, gaan naar sportkeuring en dan laten ze het testen en dan komen ze met die waardes thuis. Hè? Dat is de praktijk. Ja, maar die hebben niet allemaal een machine waar ze het omslagpunt mee meten, die sportartsen. Die hebben zo'n maximaal test. Dat is wat ik weet wel, ik ken ze allemaal. Ja, die ken je. Ja, ik ken ook heel veel sportartsen. Ja, dan zit je, als het goed is, wel een beetje in de buurt. Nou, als ze ook. Maar een beetje is al niet goed natuurlijk. Een beetje. Hè? Een hartstikke dure test, terwijl jij hem zelf in huis hebt. Nee, ja, ik zeg het niet. Ik zeg alleen, wat is de praktijk, hè? De praktijk is dat ze gebruiken dit. Dat zit in heel veel machines van die sportscholen. Hè? Dan gebruiken ze deze. Nou, dat is dus over het algemeen voor heel weinig mensen echt helemaal goed. Hè? Dus maar een paar procent die er echt aan voldoet. Als je statistische berekeningen staat ook in mijn presentatie, die curve, hoeveel eigenlijk er echt onder vallen. Daarnaast heeft iedere sportarts tegenwoordig verzonnen dat hij een oxycon moet hebben. Dan kan ik je uit zeer betrouwbare bron vertellen dat sommigen niet in staat zijn om de eikgassen te betalen en een twin tube. En dan maar rustig, hè, de sampleslang. En dat ze maar rustig met de oude sampleslang doen. En tot grote ergernis van iedereen. De zuurstofanalyzer die eet zichzelf op. Die is na een half jaar is die leeg. Dat weet jij van de Fitmate. En dan proberen ze dus toch met drie componenten die helemaal niet goed zijn. En ik krijg er dagelijks, of dagelijks tegenwoordig niet meer, maar ik krijg vaak testen mee. En dan zie ik dat het omslagpunt helemaal verkeerd gemeten. Dus daar pas op met, ik zou het meteen overmeten als het van een sportarts komt. Want als je doorrekent wat zij betalen, wat mensen moeten betalen voor die test en de vergoeding die ze krijgen, kun je de machine niet van onderhouden. We komen zo'n tekort. De nieuwe twin tube is €300. Hè, en je moet iedere 20 testen moet je een nieuwe kopen. Het huren van eikgas is €40 in de maand, de juiste eikgas, minimaal. Nou, ga zo maar door. Dus, en de zuurstof zelf, hoeveel was die van de Fitmate? €250. Ja, die moet je ook dus. Nou, ja, ga je dus al... Gaat een halfjaars mee, een jaartje misschien. Misschien. Nou, hij komt hier zo binnenvallen, dus hij is niet ingehuurd om dit te vertellen. Peter, jongen, doe lekker je testen zelf. En als je denkt dat iemand half dood is, dan je risico loopt. En dat kan je zien aan de hartslagvariabiliteit. Dan geef je ze lekker aan hun of je stuurt ze naar. Want jij kunt veel beter... Met de apparatuur die je hebt, kun jij veel beter een omslagpunt in de training gewoon maken dan wie dan ook. En dit heb je erin zitten op basis van ademfrequentie. Want het is gewoon heel leuk dat Koen die 24 pakt. Je aerobe drempel ligt bij ademfrequentie 4,25. De anaerobe drempel vind je altijd pas na de 30. Ja? Maar dan heb ik wel een vraag. Ligt die aerobe drempel bij een hartslag van rond de 24? Ook als die fysieke inspanning eigenlijk
te licht is voor die ademfrequentie. Als mensen vanuit stress zo snel ademen. Ja. Dan zitten ze ook op hun... Ligt die aerobe drempel dan ook daarop? Ja. Dus het verschil wordt dan alleen dat je meer vermogen kunt leveren bij je aerobe drempel als je rustig gaat ademen. Ja. Nou, je kan het ook anders zeggen. Oh, is mijn plaatje er nog? Ja. Kijk, je kunt het ook anders zeggen. Heel erg vervelend is als iemand verkeerd ademt in rust en je zit hier te ademen in deze verbranding. Ademhaling en verbranding, ademverpinding, dat past gewoon bij elkaar. Ja. We kunnen wel even naar het plaatje gaan. Ja, maar dan moet ik het zo. Ik zal deze even pakken. Ik denk dat die voor jullie alles zit erin, hè? Dus wat ik daar getekend heb, heb ik hier ook in. Ja? Neem die maar even over. Dan zit je heel erg in. Of dit plaatje krijg je, hè? Ja? RO 22, ietsje hoger, zeg maar. Hè? En het is een beetje. Toen wisten we dat nog niet zeker. De lactaatwaarden erbij. Dus hier heb je, als je dus een lactaattest van iemand zou krijgen. Of een RQ-verhaal, vooropgesteld dat de machine goed meet, dan kun je dus je trainingsprogramma gewoon maken. Bij RQ 0.85, dus dit is lactaat 2, als je lactaat 2, RQ, respiratoire quotient, 0.85, dat is hier, lactaat 4, RQ 1. Dus dan heb je eigenlijk de testen waar je wat aan hebt, dat is lactaat en met masker. Die kan je dan lezen. Vraag ook gewoon, mag ik die testen even zien of kun je die opvragen in je ziekenhuis waar je het gedaan hebt. Weet ik veel, want jij zit in Tilburg, even kijken wie dat, dat weet ik niet. Nee. In de buurt van Eindhoven ben ik de laatste tijd aan het werk geweest, dus dat weet ik allemaal wel wie wat levert. Maar in ieder geval kan je dan een beetje die testen lezen. En je mag ze ook naar mij opsturen. En als je dan één keer gezien hebt hoe ik dat doe, dan kun je die beoordeling overnemen. Want ik kan ook even zien of de machine goed gewerkt heeft. En dan kan ik op basis van de koolzuur. Als je koolzuur meet, dat is een hele degelijke analyzer. En als je de ruwe koolzuurwaardes pakt, dan kan je heel goed je omslagpunt en je trainingsprogramma maken. Dus echt super. Dat gaat eigenlijk met de zuurstof, de ventilatie, de lekkende slangetjes en weet ik veel wat. Met die dure machines is echt een drama. Dus ik heb de Oxycon helpen afontwikkelen en daar gingen wij echt helemaal op los. Jarenlang geploeten, kan ik je vertellen, en het is nog niet helemaal klaar. En als je dan een Fitmate tegenkomt, dat is echt, dat zijn goedkopere componenten om het voor de gewone man bereikbaar te maken. Maar ja, dan geven ze de gewone man gewoon een meetfout eigenlijk, een grotere meetfout.